Dag jongens, vandaag ga ik liggen in een ijsbad. En dat is eigenlijk helemaal niks voor mij, want ik ben een koukleum. En elke ochtend vind ik dat stukje vanaf mijn badkamer naar de slaapkamer al koud genoeg. Dus ik ben heel benieuwd hoe ik dit ga doen. Zo, zit je dan? Ja, zit ik dan. En ik kan me niet voorstellen dat ik straks in een ijsbad ga liggen. Nee. En er relaxed bij gaan liggen. De mind is iets heel sterks waar wij nog niet zoveel over weten. En waar we eigenlijk heel veel mee kunnen doen. En wat ik dus ga proberen is dat we met de ademhaling jou in een bepaalde state of mind krijgen. Waardoor je heel erg dicht bij jezelf kan blijven. Bij het vertrouwen kan blijven. Jij denkt van ja, ik kan dat niet. Ik ben warmbloedig en dat is niks. En dan zie je opeens van, hé, dit kan wel. Ja. Nou ja, als een ijsbad kan, wat kan er dan allemaal nog wel niet meer? Mm-hmm. Dus, dus het is ook een hele krachtige mentale prikkel die je aan jezelf geeft. Wauw, oké, nou ik ben benieuwd. Ja. Laten we beginnen. Is goed. Gaan we dat beneden doen? Ja. Het doel van de ademhaling, hebben we het net al eventjes over gehad, is dat jij de conscious mind loslaat en je gaat verbinden met de subconscious levels of the mind. Nou, deze gaan we gewoon samen doen, dus doe je ogen maar dicht. En dan gaan we gewoon diep ademen, volg maar mijn ritme. Dus in, laat los. In, laat los. In, adem, adem, adem. Laatste adem in, laat los, stop met ademen. Ademprikkel komt, nieuwsgierig naar de ademprikkel, moet ik echt ademen? Ja, adem in, hou vast. Volgende rondje. Kom maar dit. Upbeat energy, and you're following this energy, because you gotta work a little still. You gotta work through those conditionings of the mind. Feel it, you will get there, yes, you will get there. Laatste keer en laat los. En stop met ademen. Is je naam? Dat is freaking hard werken. Kijk, mijn hand trilt helemaal. Er gaat zoveel energie door mijn lichaam, dat is bizar. Ik probeer mijn hand stil te houden. Je lichaam gaat in een fight-flight respons. En hoe sneller jij loslaat, hoe beter het gaat. En ik zeg altijd in mijn workshop, je mag er pas uit als je er niet meer uit hoeft. Anders ga je weer van, ik moet 2 minuten volhouden. Nee, je gaat het gewoon loslaten. En kijken wat er gebeurt. Okay. Yes? Yes. Geef me je hand. Dit is de fight part. Dus blijf bezig. Nee, ik ben blij. Dit kan ieder lichaam aan. Voel je de warmte. Voel je de warmte? Ja, daar is de focus. Daar is de focus. Focus daar. Ik voel niks meer. Dat is prima. Je bent relaxed. Toen ik erin ging net, mijn adem schoot meteen omhoog. Het was echt... Ja. Meteen. En nu? Het is nog net zo koud, hoor. En nu gaat het gewoon, er is niks aan de hand. Nee. Bizar. Het is fucking koud, ja, maar het is gewoon oké. Hele mooie kant. Ja. Nu komen dus al die happy hormones, komen nu vrij. Het is zo happy, krachtig. happy, ja. Happy. Ja. Oh, super happy en hyped. Hi. Ja, hyped, weet ik veel. Het is gewoon hyped, high. Ik Ik weet niet, alsof je alles aan kan. En dan gaat de zon ook nog schijnen. Huh? Heel eventjes. Dit, ja. dat dit kan, dit vind ik gewoon echt nog steeds. Kan ik niet helemaal bevatten. Want... Dat jij erin hebt gelegen. Ja, gewoon ja. Het moment van, ik ging er letterlijk in. En jij zei nog, ja, je gaat pijn krijgen en zo. Ik denk, ja, het zal wel meevallen, maar ik stap erin. Ik voel overal steken. En ik voelde ineens dat ik echt dit ging doen. Ja. En ik kon er niks aan doen. Nee. En ik dacht nog van, adem normaal. Maar het schoot er echt in. Ja. En op een gegeven moment had ik die ademhaling te pakken. Ja. En toen was er niks aan de hand. Je zette hem vrij snel. Ja. 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 En toen... De meeste mensen vechten nog iets langer, zeg maar. En jij kon hem al binnen een halve minuut, 40 seconden had je in het gevecht, liet je het gevecht voor wat het was. Ja. Ja. Ja, super vet. Ja? Echt vet, ja, ja. Zeker. Ik voel nu nog maar eens, dat is nog steeds, het is wel echt... Nee, dit is normaal. Wat? Kijk dan, doe eens even met je hand, dan voel je zo, daar heb je één gelegen. Ja, maar ik ga nu ook trillen, ik ga nu ook gewoon trillen erdoor, zie je dat? Uit het niet! Ja, en als je dan weer verder gaat met deze methode kun je ook leren dat je dus dit rillen niet meer hebt. Ja. Dus eigenlijk hadden wij nadat we in het bad waren geweest, hadden we eigenlijk eventjes wat oefeningen moeten doen. En dat voorkomt dat je gaat rillen. Dan kan het bloed geleidelijk aan naar je koor en dan gaat het, nu is het in één keer bij jou er naartoe gegaan. Ja. Ja, ja. Grappig. Oké. Okay. Nou, dan ga ik me snel opkleden. Weer lekkere warme kleren aan.